Goedemorgen. Vandaag is het de eerste dag van Dutch Comic Con. Ik probeer een beetje zacht te praten, want ik zit in de trein en ik vind het ongemakkelijk. Maar nu dus op weg naar Utrecht, naar Dutch Comic Con wintereditie. Ik ben echt heel erg benieuwd of er veel van jullie zullen komen. Ik heb er gewoon überhaupt zin in. Ik heb mijn extensions in. Wacht even. Ik heb geen outfit gedaan. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een pindoor jurkje aan, witte blouse, stropdas en ik heb een strik achter in mijn haar. En ja, dit is mijn outfit. Ik heb er echt super veel zin in, dus let's go! En ik ben weer onderweg naar huis. Ik kan niet eens onderweg zeggen. Ik ben zo moe, jongens. Halverwege werd ik ook echt gewoon... Ik was al een beetje ziekig. Maar oh mijn god, het is daar zo benauwd. Dus dat werkte totaal niet mee. Maar het was zo leuk. Ik heb aardig wat van jullie ontmoet. En dat vond ik ook heel, heel erg top. Ik zit nu, zoals ik al zei, in de trein. Mijn vertrouwde spelletje te spelen. Ik speelde het de laatste tijd zo vaak. Dit is Infinity Brick. Hersendoos van maak, maar het werkt prima. Ik heb een paar toffe spulletjes gekocht, maar die ga ik nog niet laten zien, want jullie krijgen alles van het weekend aan het eind te zien, want ik heb 2 replica's laten wegzetten en die ga ik morgen meenemen, dus dat is super tof, dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, ik ben bijna thuis. Ik ga morgen proberen meer te filmen. Meestal is zaterdag veel drukker dan zondag, dus zondag heb ik vaak meer de kans om dan echt wel wat meer te filmen voor jullie. Dus ik ga mijn best doen. Het is momenteel 7:30. Ik ben iets van 8 uur thuis. Dan eten, bad en naar bed. Want zo slecht en moe voel ik me. Dus morgen weer wat Advils erin. En we gaan er weer tegenaan. Hoi allemaal, goedemorgen. Het is op dit moment volgens mij 8:30. Want de kerkklokken gaan helemaal loezoe. Dag 2 van Comic Con. Ik voel me heel, heel beroerd. Echt gewoon, toen ik opstond, voelde het nog erger dan gisteren. Dus het wordt waarschijnlijk een lange dag. Maar ik wil het zo graag, jongens. Ik vind het zo leuk om jullie te ontmoeten. En ik heb er zoveel lol gewoon überhaupt op Comic-Con. Dus we gaan dit doen. Ik kreeg trouwens echt heel erg veel voor jullie die zeiden van... Je stem klinkt echt heel anders. Maar toen zei ik ook, ja, ik ben een beetje ziek. Dus mijn keel zit ook gewoon echt helemaal dicht. Maar dat is het minst erge nog. Want het misselijke is vooral heel irritant. Omdat het daar vrij warm en benauwd is. Als je misselijk bent is dat echt geen fijne plek om te zijn. Maar ja. Oké, met dat gezegd hebben. Gaan we er vandaag weer tegenaan. Ik heb mijn bandje nog om. En ik kan nou even goed aan jullie laten zien wat ik aan heb. Dit is mijn outfit. En ik heb vandaag van die rood-gouden sproetjes gedaan. Vond ik wel leuk. Even wat anders. Dus dat is het intro voor vandaag. Want ik moet nu echt eigenlijk weg. Dus ik ga mijn schoenen aandoen. En dan gaan we weer op naar de trein. We can do it. Ik vind het ook wel heel erg leuk om jullie te ontmoeten en zo hoor. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar het is pittig. Wat ik nog niet had uitgelegd. Maar ik sta dus iedere keer bij de kraam van Heroic Tales. Die is hier zo. Daar sta ik altijd bij. Want ik help hem met verkopen en dergelijke. En verder heb je dus nog allemaal kraampjes met verkoop in deze hal. Dus het is allemaal verkoop. Het is nog niet open voor de mensen. Dus ik kan nu even rustig aan jullie alles laten zien. Alles van games, series, films, boeken, fantasy. Tot met pruiken. Echt van alles en nog wat. En het is echt super leuk. En je kan dus ook onderhandelen met de verkoper wat je ervoor wil betalen. En dit is echt mega. En straks is het dus weer helemaal vol met mensen. Bij deze wintereditie heb ik nog niet een game gedeelte echt gezien.
Volgende Dutch Comic Con, gewoon normale, kon je ook nieuwe games uittesten. Dat heb ik nog niet gezien. Ik ga jullie gewoon even meenemen, dat je ziet wat het is. Mocht je zoiets hebben, ik wil hier volgend jaar naartoe. Het is echt super leuk, vooral als de mensen er zijn. Super veel cosplay. Je kijkt je ogen echt uit. Hier zo heb je dus de hal met podia en dergelijke. Hier zo komen dus de gasten, bekende acteurs en dergelijke, wat op het programma staat. Die kunnen dan praten en dergelijke. Dus dat is deze hal, dat is zeg maar meer de entertainment. Dan komen we nu bij de tweede hal. Eigenlijk derde hal, maar nummer 2, zoals je erboven kan zien. Dat is de hal waar je cosplay mensen vooral ook ziet. Het zijn gewoon kraampjes waar je dingen kunt kijken en dergelijke. Hey, heb je programma. Hier heb je een overzichtje. Dus je hebt echt van alles en nog wat. Oh, er is wel een gaming area, zie ik nou. Waar is die dan? Kijk, zie je, die heb ik nog niet eens gezien. Ik sta merendeel achter de kraam. Ik heb wel 2 keer een rondje gelopen gisteren, maar ik vind het ook altijd een beetje spannend. Want ik ben ook bang dat ik jullie misloop. Want ja, ik beloof altijd dat ik daar zo bij die kraam ben. En hier is het echt super donker, dus ik hoop dat de kwaliteit een beetje te doen is. Maar hier zo kun je dus eten, cosplayers, meestal bij die hekken daar zo, doen ze ook vechten en zo met hun wapens. Wat heel leem klinkt, maar het is best wel tof in de zin van rook, lampen. Sommige mensen doen echt te veel moeite voor een outfit. Op de meest positieve manier die ik kan zeggen. Informatie en Dutch Comic Con merch. Kun je hier ook kopen. Ja, en er zijn dus nog... Ik laat het nu heel snel jullie zien. Want over een kwartiertje gaat de deur open en ik moet ook nog plassen. Dus... Ja, dan weet je een beetje wat het is. Heb ik even wat meer uitleg gegeven. Dat heb ik de vorige keer ook al gedaan. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd nieuwe kijkers bij. Dus... You're welcome. Ik ga even plassen. Nou moet ik zeggen dat ik de wc's best wel ranzig vind. De vorige keer waren ze echt een heel stuk schoner. Dus snel wc in en uit. Wat wel vreemd is, is dat ik nog pops nodig heb. Maar ik kan ze hier niet vinden. Elke kraam heeft er maar 1. Maar ze hebben telkens van die acties van 3 voor de prijs van. Dus dat is een beetje jammer. Dat is echt voor alles wat wils. Probeer een beetje te zien. Cutie. Juist niet cutie. Van alles en nog wat. Ik vind dit zo schattig. Oh, en bij de meeste plekken kun je ook pinnen. Sommige niet, maar de meeste wel. Dus dat is wel prettig. Vind ik persoonlijk, want dan hoef je niet superveel contant mee te nemen. We zijn alweer een paar dagen verder. Ik voel me iets beter, maar ik ben totaal niet lekker. Comic Con heel weekend lang daar bij een stand staan. Is sowieso heel, heel erg vermoeiend. Dat is helemaal moordend als je je niet lekker voelt. Maar desalniettemin was het weer geweldig. Ik hou van Comic Con. Ik hou van mensen in cosplay zien. Het is zo ontzettend tof. De hele sfeer en hoe aardig mensen zijn. De eerste keer verbaasde ik me daar echt over toen ik naar Comic Con ging. Het is zo'n fijne sfeer. Iedereen vindt elkaar... leuk en aardig. En iedereen heeft gewoon lol. Dus het is echt een hele positieve sfeer. Wat heel fijn is. Verder vond ik het trouwens ook weer super leuk om aardig wat van jullie te ontmoeten. Ik heb alleen niet heel veel foto's gezien op Instagram. Dus heb je nou een foto van met mij genomen? Tag me dan alsjeblieft op Instagram. Want dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. En dan kan ik ook de foto's zelf gebruiken voor mijn Instagram. Dus heb je hem nog niet gepost, post hem dan vooral en tag mij erin. Dan kan ik hem vinden, kan ik hem liken, kan ik erop reageren. Vind ik leuk. Dus met dat allemaal gezegd te hebben, was deze keer weer awesome. Maar ook heel verleidelijk. Zoals veel van jullie weten, spaar ik Harry Potter spullen. En ik heb dan zelf ook weer aardig wat spulletjes gekocht. Ik heb hier 4 dingen liggen. Ik heb nog 2 dingen gekocht, maar dat zijn cadeautjes. Dus die ga ik niet laten zien in deze video, want die zijn voor Thijs. Dus ik weet niet zeker, misschien kijkt hij namelijk deze video. Dus vandaar laat ik die niet zien. Die zijn ook niet Harry Potter gerelateerd. Maar hieronder heb ik 4 Harry Potter items. En ik ga gewoon beginnen bij goedkoop naar duurste. Als eerste was er een heel klein kraampje.
met Harry Potter spulletjes. Waar ik 2 bedeltjes heb gekocht. En zoals je kan zien is het van Film Jewels Wizard Shop. Nog nooit van gehoord. Ze hadden wel een leuk standje. Vrij klein, maar hele leuke spulletjes. En daar heb ik, zoals ik al zei, 2 bedeltjes meegenomen. En volgens mij zijn deze ook verzilverd. Want het heeft namelijk gewoon dezelfde verpakking daarvan. Maar ik heb deze Hogwarts Express ticket meegenomen. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Hij is echt heel erg cool. Ik vind hem heel schattig. En dan ook heb ik de Nightbus meegenomen. Dit was er eentje die ik al een tijd wilde. En die had zij ook hangen. En ze zijn allebei heel erg mooi. Ik moet alleen nog eventjes een keer bij een juwelier of zo een zilver kettingje kopen. En dan kan ik ze dan om gaan dragen. Zij verkocht ze voor €5,50 per stuk. Wat echt een super goede prijs is. Want bij Lars zijn ze volgens mij €7 nog wat. En bij Harry Potter specialisten zijn ze €10 omdat ze ook verzilverd zijn. Dus €5,50 per stuk was ik €11 kwijt voor 2. En sommigen verkopen dat zwart voor eentje. Dus ik heb er 2 meegenomen. En ik ben er heel erg blij mee. Daar ben ik weer, de camera viel uit. De batterij was leeg. Dus sorry als het shot een beetje anders is. Maar in elk geval, ik heb deze 2 beeldjes dus meegenomen voor €11. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dan ook vond ik iets wat ik heel erg graag wilde hebben een tijd geleden. Namelijk, volgens mij brachten ze het alleen uit in Engeland. Maar ik kan het verkeerd hebben. Maar dat waren deze 20 jaar bestaan van Harry Potter versie van de Philosopher's Stone. En hier zijn 4 verschillende uitgaven volgens mij van gekomen. En allemaal van elk huis. Dus dit is de versie van Gryffindor. En dat boek begint dus ook met, eens even kijken, een stukje over, over Gryffindor. En daarna is het eigenlijk gewoon hetzelfde boek als gewoon, ja, de Philosopher's Stone. Het is gewoon hetzelfde boek. Maar hij is dus helemaal rood en met de sticker van 20 jaar bestaan. Toen ik het zag bij heel veel Engelse YouTubers die ik volg, wou ik hem heel graag hebben. Maar ik kon hem nergens vinden hier in Nederland. En nu was er dus een vrouw daar zo bij Dutch Comic Con die een kraampje had met allemaal boeken. En ze had er maar eentje. En het was ook nog eens de Gryffindor versie. Dus ik heb hem meteen meegenomen. En ik heb er maar €10 voor betaald. Wat echt een hele goede deal is voor het eerste deel van Harry Potter. En ook nog eens een speciale uitgave die limited edition is voor 20 jaar bestaan van Harry Potter. Dus dit wordt er eentje die waarschijnlijk later aardig wat waard zal worden. Omdat het is een bijzondere uitgave. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee dat ik hem toevallig tegenkwam. Dan de laatste 2 dingetjes zijn collectible items. Eentje zit nog hier zo in de doos. Dit is een item die ik ooit unboxed heb in een van mijn video's. En ik wou hem heel graag daarna zelf hebben. Dus ik heb hem nu zelf gekocht. Want zoals ik al zei, bij Dutch Comic Con kan je onderhandelen met mensen. Dus je kan echt super goede deals krijgen. Ik heb ervoor betaald €42,50. Wat natuurlijk een geweldige prijs is. Want het goedkoopste dat je het volgens mij op internet kan vinden is rond €50. En voor echt een collectible is het natuurlijk moeilijker om te onderhandelen. Omdat het gewoon bijzondere items zijn die ook voor de bedrijven duurder zijn om in te kopen. Namelijk een Love Potion. En ik wil ook heel graag nog Felix Felicius. Maar voor nu heb ik in elk geval een Love Potion. Hij is een beetje stoffig. Maar hij is zo gorgeous, jongens. Ja, ik heb hem al een keer helemaal unboxed. Dus sommige van jullie zullen hem al kennen. Maar deze is dus echt van de Noble collectie. En deze gaat nu heel erg mooi bij mijn collectie staan. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dus dat is die. En als laatste, en deze heb ik al helemaal opgezet. Ik was zo excited. Ik heb namelijk Fred en George zijn toverstokken gekocht. Met de houder. Ik haal even de toverstokken eraf. Zodat ik de houder goed kan laten zien. Het heeft de 2 W's natuurlijk van hun eigen fopshop. En de houder is ook echt prachtig. Dit is echt
de mooiste, denk een van de mooiste houders die Noble heeft uitgebracht. En je krijgt dus hierbij de toverstukken van Fred en George. En ik ben er echt geobsedeerd mee. Deze wordt normaal gesproken voor €90 verkocht. Het was er eentje die ik al een tijd op mijn verlanglijstje had staan. Ik vind dit een item wat eigenlijk, als je er €90 voor zou betalen, gewoon in een webshop, vind ik het een goede prijs. En ik zal uitleggen waarom, want de toverstokken worden vaak verkocht voor, volgens mij rond de €32 als je een toverstok koopt. Dus laten we zeggen, rond even af, dit is €60. Dus €30 voor deze houder vind ik nog best een goede prijs. Eigenlijk dus iets van €25. Dus in verhouding, want Noble heeft soms dingen dat je denkt van, vind ik te duur. Maar de logica van deze prijs, vind ik zelf logisch. Nou heb ik hier zo voor op Dutch Comic Con €65 voor betaald. Ik weet het. Dat is echt een geweldige deal. Ben je nou fan van iets, maakt niet uit wat, hoeft niet Harry Potter te zijn. Voor Lord of the Rings of Game of Thrones of Walking Dead of van anime of... Nou, noem maar op welke serie, films, games. Marvel bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal replica's en hele toffe, coole dingen die normaal heel duur zijn. En waar je hier fikse korting op kan krijgen als je goed kan afdingen. Dus ik ben hier zo ontzettend blij mee. Kijk hoe gorgeous. Ik vind dit echt geweldig. Dus dat zijn de vier dingen... Eigenlijk vijf soort van die ik heb gekocht. Ik heb dus nog twee dingen voor Thijs meegenomen. Wat niet Harry Potter is, maar dat ga ik dus niet laten zien vandaag. En ik heb ook nog een Funko Pop gekregen van Remco. Die had hij voor mij gekocht. En die heeft hij toen aan mij gegeven. Dus staat los van Dutch Comic Con. Die zien jullie waarschijnlijk wel binnenkort een keer in de Harry Potter shoplog voorbij komen. Dus ja, dat is het voor deze video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik heb weer ontzettend veel lol gehad. Ik hoop dat ik er volgende keer weer bij ben bij Dutch Comic Con. Dat ik weer mee mag met Heroic Tales. Ik weet dat ik deze keer eigenlijk te laat ben begonnen met in video's zeggen dat ik er naartoe ging. Want ik begon volgens mij 2 weken van tevoren. En heel veel van jullie hadden zoiets van, oh, ik kan niet meer. Ik heb al plannen. Dus volgende keer als ik ga, ga ik proberen een maand van tevoren al te beginnen met tegen jullie te zeggen dat ik er zal zijn. Mocht je geïnteresseerd zijn, want het is daar zo ontzettend leuk. Gewoon voor een dagje uit. Zaterdag is altijd super druk, zondag minder. Je moet zelf weten wanneer je wilt gaan. Zaterdag is het vooral qua spullen meer. Dus de verkoop, ja, alle echt collectibles waar bijvoorbeeld de kraampjes maar 1 van hebben, die zijn er dan sowieso nog. Dus dan, ja, heb je meer kans om wat te vinden als je echt specifiek iets zoekt. Maar is dat niet zo, dan raad ik aan om eventueel op zondag te komen, want het is rustiger. Je kan veel betere deals krijgen op dingen, want het is de laatste dag, dus ze willen van hun spullen af. Dus ja, met dat allemaal gezegd te hebben, ik vond het super leuk om ook weer mensen van jullie te ontmoeten. En ja, dat was het voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken, laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dus hier beneden is maar 1 druk op de knop. Is helemaal gratis en dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. Doeg!